Vandaag zijn we op kazerne Oosterheem. We zijn hier met een van de ploegen van de operationele dienst die vandaag een oefendag hebben op het onderwerp energietransitie. De Brainbox Energy is een oefenprogramma die we 4 jaar geleden ontwikkeld hebben. Toen is de container ook gebouwd die je op de achtergrond ziet. En daarin zitten alle installatietechnieken die wij in woningen kunnen gaan aantreffen, zijn daarin geïnstalleerd en werken ook allemaal, zodat ze wat schakelingen kunnen doen. We krijgen vandaag uitleg over energietransitie. Dat doen wij in het oefenprogramma Brainbox Energy. Tijdens de les worden een aantal proeven gedaan, deels in de container. Dan moeten ze dus kijken van waar loopt de stroom bijvoorbeeld, van de zonnepanelen naar de omvormer en naar de thuisaccu. En dan moeten ze wat schakelingen in de container doen om dan te laten zien en te laten meten of de stroom nu daadwerkelijk gestopt is, ja of nee. En andere proefjes die we doen, doen we bijvoorbeeld in het leslokaal met onder andere waterstofgas, maar ook met isolatieglas en isolatiematerialen die toegepast worden in de bouw. En wat ze vooral leren nu is, weet je wat het apparaat is waar je nu voor staat? Herken je hem ook? Hè? Het zijn bijna allemaal witte kasten. Maar herken je wat erin zit, maar ook het stukje handelingsperspectief. Wat is het risico van dat apparaat en hoe zou je moeten handelen bij een brand of een incident bij dat apparaat? Maar denk ook gewoon aan de ouderwetse installatietechnieken die nog ook aanwezig zijn, zoals een gewone centrale verwarming of een ouderwetse gashaard van oma. Ja, we hebben dus nu al de 2.0 versie, omdat de wereld in die 4 jaar tijd al zo ver veranderd is met andere bouwmaterialen en nieuwe installatietechnieken. Het is belangrijk dat onze collega's de bijscholing volgen, zodat ze hun werk veilig en goed kunnen doen.